We, we zitten eigenlijk nog steeds in de corona-beperkende maatregelen. Wat zijn nou uh, de effecten geweest op jouw werkzaamheden, deze coronacrisis? Uh, dat er nog meer werk uh, uitkwam. Meer? Ja. Hoezo? hoezo? Ja, gewoon uh, dat uh, meer mensen, uh, meer klanten die belden, uh, en bellen op dan uh, om uh, wat klussen te doen. En uh, lief uh, uh, vandaag dan morgen. Um... Om het klaar te krijgen, zeg maar. Ja, dus mensen zitten thuis en die. Ja, uh, die gaan allerlei dingen verzinnen en uh, ja. Ja, die gaan geen meer bellen. En dan... Dit is het moment ja. om een, uh, ja. een aanpassing van je huis te doen. Ja, of zo. En dan verwachten ze dat je dan meteen tijd hebt. Maar goed, dat ja, gaat niet op. De praktijk is nee. anders. Ja. ja, dat is duidelijk. Ja. Dus en, ik heb eigenlijk weinig uh, last van de de corona. En um, uh, je werkt ook samen met uh, een stel partners hè, ja. in de verschillende gebieden. Ja. Maar je moet natuurlijk dan wel uh, wat maatregelen nemen of niet. Want je kunt, je kunt niet samen naar een klus of zo. Nee, ja, goed. We houden wel overal uh, zoveel mogelijk rekening mee. Uh, met, uh, met, uh, met al die uh, regel, uh, regels, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, goed. En, uh, gewoon uh, ja, zoveel mogelijk apart heen. En uh, ja eigen bussen en uh, ja, een beetje apart werken. Iedereen heeft toch zijn ja. eigen bus. Ja. ja. En ja. iedereen, uh, ja, een beetje rekening houden met elkaar, hè. Ja. ja. Dus eigenlijk gewoon heel erg druk geweest. Ja, eigenlijk heel druk, ja. Ja, maar ook klanten die, uh, die, uh, ik was laatst ook bij een uh, bij, bij een klusje en die zei, die, die mensen zeiden ook van, uh, ik heb, wij hebben twee wc's. Uh, de eerste op de eerste verdieping is voor jou alleen en ja, nee, dat is nemen, makkelijk. nemen wij uh, allemaal. Ja, ja. Dus ja. dat is wel, uh, houden we ook uh, allemaal rekening met je. En heel, dus heel veel fijn. handen wassen, natuurlijk. Alleen, ja, heel veel handen wassen, ja. <laughs> zijn nooit zo schoon geweest.